Guardians of the Galaxy laat zich nog het beste omschrijven als Star Wars meets The Avengers. In dit ruimteavontuur komt Peter Quill, die zichzelf graag Star-Lord noemt, in het bezit van een geheim wapen dat uit verkeerde handen moet blijven. Onderweg komt hij in aanraking met twee premiejagers, een moordenares en een wraaklustige gek. Deze, nou ja, helden zitten met elkaar opgescheept om dit alles tot een goed einde te brengen. Deze Marvel comic zal niet bij iedereen bekend zijn, dus ook hier zorgt men eerst voor voldoende achtergrondkennis. De verschillende personages worden vlot en luchtig geïntroduceerd en natuurlijk is het belangrijkste plot-element dat ze moeten leren samenwerken en elkaar vertrouwen. De special effects zijn overweldigend, maar soms heb je wel het gevoel dat je alleen nog maar naar digitale pracht en praal aan het kijken bent. Gelukkig heeft de film meer te bieden dan deze effecten alleen. De film is bijzonder grappig en de interactie tussen de teamleden compenseert voor een verder vrij simpel verhaaltje. Soms deed de film me een beetje aan Firefly denken en dat is zeker geen minpunt. Chris Pratt draagt als Peter Quill de film. Hij is wellicht nog geen Han Solo, maar hij komt een heel eind. De film heeft verder nog een lekkere soundtrack met allemaal nummers die je daarna graag op je iPod wil zetten. Al met al heb ik enorm zitten genieten van deze heerlijke popcornfilm. Oké, het verhaal stelt misschien niet veel voor, maar dan krijg je wel leuke karakters, veel humor en vette actie voor terug. Ik geef de film 4 uit 5 sterren